Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, klik dan nu op de abonneren knop. Ik ga jullie vandaag mijn herfst favorites laten zien. Ik weet dat de herfst nog niet zo heel lang bezig is, maar ik heb wel een paar favorieten. Ik vind de herfst echt een heel fijn seizoen eigenlijk. Vroeger vond ik dat echt maar niks. En nu dat ik ouder word, apprecieer ik dat wel meer. De zomer was altijd mijn favoriet. De zomer is ook echt fijn, maar ik ben ook wel blij dat we terug truien kunnen aandoen. En ons gewoon gezellig kunnen aankleden. Vind ik ook wel weer heel fijn. Ik ga jullie dus laten zien wat dat mijn favorieten zijn geweest. De afgelopen maand of zo, maand en een half denk ik. Een paar dingen die ik nu heb ontdekt en een paar dingen die ik heb ontdekt omdat het herfst is nu. Als eerste ga ik beginnen met een kaars. Ik heb twee kaarsen in mijn favorites, want I'm obsessed met geurkaarsen. Echt obsessed. Dat is nog iets vind ik aan de herfst en de winter wat je in de zomer niet kunt doen. Allee, je kunt in de zomer wel een kaars aansteken natuurlijk, maar het is pas heel laat donker en dan is het niet zo gezellig. En de geuren voor de zomer zijn minder gezellig vind ik. En de herfst is dan zo cozy om zo een gezellige geur te hebben. Mijn eerste favoriet is deze van Yankee Candle. Het is de Autumn Night van Yankee Candle en ziet er zo uit. Ik heb deze besteld op Amazon. Als je op Amazon.de gaat, denk ik, van Duitsland, die verzenden naar België. Dus daar kun je ook bestellen. En deze ruikt, ik weet niet of hier een geurdingen op staat. Hij ruikt een beetje mannelijk, maar heel fris mannelijk. Ik zeg altijd dat ik mannelijke kaarsen ruik, dat dan naar mijn papa ruikt die uit de douche komt. Ik weet niet. Deze misschien iets minder. Deze ruikt naar regen of zo. Als het zo buiten heeft geregend. Maar dan lekker. Met een tintje mannelijke geur. Maar alleszins. Ik vind hem echt heel lekker. En ook niet te fel. Dat vind ik ook wel belangrijk. Want ik heb ook momenteel een vanilla caramel of zo staan, denk ik. Maar dat is niet mijn geur. Dat is echt te fel. Dat ruikt te fel naar karamel en naar cinnamon en vanille. En nee, daar krijg ik echt koppijn van. Dan heb ik nog eentje van Woodwick. Die hebben jullie denk ik gezien in mijn herfsthaul. Of mijn herfst makeover van mijn appartement. Daar laat ik ook een paar nieuwe items zien. En zoals je ziet heb ik die best wel al een heel deel gebrand. Die was tot hier. Maar ik moet wel zeggen, die brandt snel. Omdat die zo'n lange wick heeft, brandt die wel snel. Die gaat heel snel op eigenlijk. Bij deze vind ik dat niet, want deze heb ik al veel meer aangedaan. Maar deze brandt veel trager. Ik denk ook dat die zo'n bepaald aantal uren heeft dat die brandt. Maar dat zie ik er niet echt op staan. Ah jawel, 150 uren. En deze brandt, ik weet niet of dat hier ook op staat. Nee, oké, hier zie ik het niet op staan. Maar alleszins, deze brandt veel sneller. Deze ruikt meer naar een kampvuur en een beetje naar munt. En ook naar een vers bos. Een mix van die dingen. Maar deze aan is echt super lekker. Deze laat ik wel zo altijd maar een half uurtje aan of zo. Want anders ruikt het hier veel te fel. Deze geur is dus wel veel feller. Maar wel heel goed. Ik heb deze in de Flora Lux gekocht. Maar ik weet dat Yankee Candle en Woodwick van dezelfde company zijn. Dus op de site van Yankee Candle kun je ook Woodwick vinden. Dan, aangezien we toch met geuren bezig zijn, is dit mijn favoriete parfum momenteel. Van Maison Margiela. Mariella. Ik kan het nog altijd niet uitspreken. Maar dit is een replica in Springtime in a Park. Ziet er zo uit. Ik moet zeggen, hij is wel redelijk zomers. Maar hij heeft zo'n musk ondertoon. Waardoor hem voor de herfst ook wel goed is. Maar ik denk als we dieper de herfst ingaan en meer naar de winter toe gaan,
dat ik wel een andere ga gebruiken, want dan is deze wel te bloemig, vind ik. Maar ja, hij ruikt wel echt goed. Ik weet alleen dat die redelijk duur zijn, dus dat sukt wel. Maar ze zijn het eigenlijk wel waard. Ze ruiken goed, ze blijven ook echt heel lang de geuren, dus dat is wel fijn. Dan heb ik misschien voor jullie een heel random favorite, maar een notitieboek. I'm obsessed with notitieboekjes. Ik schrijf echt graag to-do-lijstjes, wat ik die dag moet doen, wat ik die week moet doen, wanneer welke vlog klaar moet zijn, welke vlog ik al heb gemonteerd, welke thumbnail ik nog moet doen. Gewoon om alles niet in mijn hoofd te hebben zitten, want dan kan dat heel snel chaos worden en als ik dat zo uitschrijf is dat makkelijker. En ik vind deze super tof, trouwens van Antwerp Avenue. Er staat op fresh out of fucks. No fucks to give. Maar hier staat, it's from Antwerp Avenue. En hier kun je dingetjes achtersteken. Dat is super handig. Nu is het net, mijn boekhouding is net binnen. Maar hier zaten al mijn bonnetjes achter om bij te houden voor mijn boekhouding. Dan hier heb ik een to-do. Ik ga even mijn hand erop houden. Maar dit is het to-do gedeelte. Dan heb je weer zo'n tussen... vaartje, of hoe moet ik dat zeggen? Oh, als ik het krijg, is het mooi zo zitten. Weer met zo iets om papiertjes achter te steken. Daar staat op kinda bossy, kinda sweet. En daar heb je dan gewoon lege papiertjes. Hier maak ik vaak aantekeningen op de volgende pagina. En dan heb je hier weer een tussen plaatje. En daar staat work hard, nap harder. En dan heb je zo van die ruitjes. En hier op deze volgende pagina ga ik ook niet laten zien. Want dat is mijn financieel gedeelte. Maar mijn financiën en mijn boekhouding hou ik allemaal hierin bij. Wat ik heb uitgegeven deze maand en zo. En dat is wel heel handig dat dat zo verdeeld is. Want dan kun je dat gemakkelijk bijhouden. Dus ja, maakt het leven makkelijker, zal ik zeggen. Dan heb ik een fashion favorite. Milky lacht er al. Maar dit is mijn fashion favorite. Tada! Een kleedje. Super cute. Tijgermotiefje. Elastische band. Een leuke v-neck, wat ik wel tof vind. En ook zo elastiek aan de mouwen. Echt een kei mooi tijgerkleedje. Heel herfstig. Mooie herfstkleuren. Dit kleedje, pardon, is van Totally Too. En ik denk misschien dat dat vandaag online komt om 6 uur. Ja, ik denk het. Ik ben niet zeker, maar ik denk het wel. Maar dit is echt ja, mijn go-to kleedje. Ik vind het super tof met botjes onder, maar ook met sneakers onder. Of met laarzen tot aan de knie. Met een zwart golfje erover of een zwarte jas. En ook een jeansjasje had ik er in de week over. Dus dat vind ik ook heel mooi. En het is echt ook een heel warm ruik ik daarmee. Ik zie hier de kaarsen staan en denk... ik ga er eens aan ruiken. Maar het is echt ook een heel tof stofje. Dan heb ik een Netflix favorite. Ik weet dat jullie dat ook graag weten. Ik heb er eigenlijk twee. Ik heb 3 dingen gekeken. Ik heb The Good Place gekeken. Omdat zoveel zeiden van oh, kijk dat eens, kijk dat eens. En ja, ik heb die 4 seizoenen best snel gekeken. Op een maand denk ik. Dan heb ik Unbelievable gekeken. En nu ben ik nog bezig, ik denk nog 2 afleveringen van Gypsy. The Good Place, redelijk zwak, vond ik. Ik vond het te gemaakt, ik weet niet. Ik hou meer van spannendere dingen. Ik zie graag spannende dingen. En het was niet spannend genoeg. En toch ook niet grappig genoeg. Het was geen Friends of zo, iets grappig. Maar toch deed het mij er soms aan denken, maar dan op een heel slechte manier. Ik weet niet. Maar The Good Place was alleszins niet helemaal mijn ding. Ik vond het ook niet slecht. En ik ben blij dat ik het heb gezien, maar het was gewoon niet top. Niet mijn favoriet. Dan Unbelievable vond ik heel goed. Ze heb ik eigenlijk op aanraden van Celine en Nick gekeken. Ik denk dat Celine haar ouders hadden gekeken. Vond ik echt goed. Mocht van mij wel nog spannender zijn. Ik vond het goed. Dat gaat trouwens over een verkrachting. Dat is ook een echt gebeurd verhaal. Een serieverkrachting. En ik vond het goed, maar er werd ook veel aan de verbeelding overgelaten. En
Van mij mag dat zo wel spannender zijn. Ik weet niet. Het is misschien raar, maar ik hou wel van sensatie of spanning in een serie. En dan nu ben ik Gypsy aan het kijken. Dat gaat over een vrouw en een man. Een getrouwd koppel. En die vrouw wordt eigenlijk een soort van verliefd op een meisje. En dan gebeuren er van alle dingen. En ik moet zeggen, ook zeer spannend. Leuk om te kijken ook. Ook niet te zwaar. Best nog wel luchtig. Maar toch wel goed. Next up. En het is wel wat het. Alhoewel, nee. 4 items. Maar skincare en hygiëne. Als eerste heb ik een herontdekking. Nivea. De gewone blauwe pot Nivea. Dit is wel zo'n plastieke pot. Maar snapt. Wat ik bedoel, de geur van Nivea doet me altijd aan mijn oma denken. Die had dat altijd, nog altijd, op haar vensterbank staan in de keuken. Maar ik heb deze voorbije maand best wel wat gesukkeld met mijn huid. Ik had een soort van huidschimmel in mijn gezicht. I know, it's gross. Maar het klinkt veel viezer dan dat het was. Ik had gewoon hier rode plekjes en hier rode plekjes, wat op eczema leek. Wat huidschimmel bleek te zijn, omdat ik mijn gezicht te veel met zeep waste. Ik waste die met een cleanser waar echt heel veel zeep in zat. Waardoor dat mijn huid uitdroogde en ik die plekken kreeg. Dus het heeft me wel even geduurd eer ik dat weg had gekregen met zalfjes. Maar it's gone. En dan zei mijn papa van waarom probeert je niet eens gewoon Nivea? Die gebruikt al jaren en mijn papa heeft best wel een goede huid. Dus ik dacht, ja, waarom eigenlijk niet? Dus ik gebruik best veel Nivea. 'S ochtends op mijn gezicht en 's avonds over heel mijn lijf smeer ik dat. Gewoon de geur is ook fijn, trekt snel in. En ja, het kan geen kwaad, denk ik. Zoveel mensen gebruiken het al jaren. Dus. En dan 's avonds op mijn gezicht gebruik ik Beauty Kitchen Really Radiant Moisturizer Renew and Protect. Die ziet er zo uit. Deze komt van bij Holland en Barrette. En dat is een heel... Ach, ik heb trouwens een haartje of zo aan mijn neus hangen van de katten waarschijnlijk. Maar het is dus een natuurlijk product. En die ruikt heel hard naar lavendel. Lavendel gemixt met citroengras of zo. Ziet er ook zo wat paarsblauw uit. En ik denk ook daarom dat ik dit heel graag opdoe voor het slapen gaan. Want lavendel maakt mij altijd rustig en doet mij zo denken aan slaaptijd. Dus ja, ik vind dit echt fijn om 's avonds op te smeren. Is heel voedend. Wel een, best een dikke crème. Ik denk ook wel dat je dat kunt zien. Maar het is best dik. Maar ja, wel echt heel voedend. Als je droge huid hebt, zoals mij, is dit echt wel een aanrader voor 's nachts. Dan heb ik een tandpasta, ook heel random. Maar ik moest een nieuwe tandpasta hebben en toen we aan zee waren, waren we bij de Holland en Barrette en mijn zus kocht deze en die zei dat die goed was. Dit is Ecodenta, ook weer natural, black whitening toothpaste. Dus daar zit charcoal in. Dus, hoe noemt dat in het Nederlands? Kool. Zo, steenkool. En Tivigo of zoiets zit daarin, maar dat weet ik niet wat dat is. En dat is fluoridevrij. Die ziet er zo uit. En ik moet zeggen, ik heb best al witte tanden, dus ik merk niet heel veel. Maar ik merk wel dat mijn tanden mooi wit houdt. Wat ik soms heb, is dat mijn tanden een beetje geler worden van thee of zo. En dit houdt ze wel heel mooi geel, wou ik zeggen. Heel mooi wit. Dus ja, I'm fan. En dan als laatste van de beauty spullen. Ik zit terug op de Revitalash kick. En Revitalash is om je wimpers langer te maken. Allee, eigenlijk zorgt dat ervoor, denk ik, dat je wimpers minder snel uitvallen. Waardoor die langer kunnen groeien. En waardoor dat je gewoon langere en dikkere wimpers hebt. En ik gebruik dit nu terug een maand en een half, denk ik. 'S avonds moet je dat gewoon zoals eyeliner boven je wimpers doen. En ik merk echt wel weer heel hard het verschil. Ik heb dit al
vroeger gebruikt voor best een lange tijd. En toen had ik ook heel hard verschil. En dan ben ik er even mee gestopt omdat ik geen meer had. En dan denk ik, ja, een maand geleden, een maand en een half, heb ik een nieuwe gekocht bij mijn zus Charlotte. Want zij verkoopt dat. En ja, ik ben echt een heel grote fan van Revitalash. Dat is echt een wondermiddel. Maar je moet het wel toch 2 tot 3 maanden echt een kans geven voor je echt resultaten ziet. Ik begin dat nu wel te zien na een maand en een half. Maar ik denk als we nog eens even een maand en een half weer verder zijn, dat mijn wimpers echt zo goed gaan zijn. Dan ga ik jullie nog mijn Instagram favorite laten zien. En dat is Delaney. Delaney Childs. Ik weet niet of je het gaat kunnen zien. Het is haar profiel. Post best veel outfits en zo. En zij is echt mijn favoriet momenteel. Ook haar stories. Die post echt elke dag zoveel stories. Maar zo leuk. Ze is echt, ja, super tof. Eigenlijk wat ze altijd zo wel laat zien is een beetje als een vlog. Want ze laat haar skincare zien, wat ze eet en al die dingen. En ik vind gewoon haar stijl overall echt heel top. Dus dat is mijn favoriete Instagramster van de maand. En dan, last but not least, muziek. Zoals ik al had gezegd in mijn vorige video, fall jazz, deze playlist op Spotify maakt mij echt gelukkig. Maar echt gelukkig. Die is zo leuk. Gewoon zo chill en good vibes en ja, echt zo een valgevoel, een herfstgevoel. Maar het doet me ook al een beetje aan kerstmis denken soms met die deuntjes. Dus daarom misschien dat ik het zo leuk vind, denk ik. En dan voor liedjes. Een van mijn favorieten is Hart van Busy. Trouwens ook weer een remake van een liedje. Ik kom er niet op van welk liedje dat de remake is. Maar het is wel weer een remake van een Engels liedje. En dat is dus een van mijn favorieten. En dan andere van mijn favorieten is Reunie van Snelle. Ik begin het zo wel een klein beetje peu te worden. Want de nieuwe met Marco Borsato, Lipstick denk ik, of Lippenstift, die vind ik ook heel goed momenteel. Daar begin ik zo wat in te komen en Reunie begin ik zo wat te vinden. Maar de tekst is gewoon heel mooi. Zowel van Reunie als van Lippenstift. Ik vind de tekst echt heel mooi. En ik ken de Snelle totaal nog niet ofzo. Dus dat is zo het eerste liedje die ik daar nu van ken, maar ik vind het echt goed. Zo, dit waren mijn favorieten van de herfst of van de voorbije maand, zal ik zeggen. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na en ik zie jullie snel weer.